Hallo mensen, ik ben Jurik en ik ben Kees en vandaag gaan we weer verder met Harry Potter. Harry Potter, wat zeg ik nou weer? Ik wil zeggen Harry Potter in de Stenen Wijzen, maar nee, dat is het niet. We gaan verder met Pokémon Fire Red. Wow, en ik zal je laten zien dat je mijn Pokémon weer traint. Ik heb de controls helemaal aangepast voor Zelda Minish Cap, terwijl ik er bijna niet speel. Fijn, we zijn helemaal getraind, alles 24 behalve Charmeleon. Die is mooi leveltje 26. Frank. Of Harold is geëvolueerd. Heel fijn vind ik dat. Die is nou mooi level 25. Even kijken. Nou, wat hebben we nog? Frank is level... Of ik bedoel... Dat het 26 was. Ah, zo. Dus in ieder geval Frank en Harold zijn 25. Charmeleon 26, de rest is 24. En wat we gaan doen is we gaan... trouwens, iemand nog een tip achtergelaten. Zorg ervoor dat je de gym battles niet doorspoelt. Of belangrijke gevechten niet doorspoelt. En dat ga ik nu ook doen. Dat leek me ook wel een goed idee. Dingen zoals dit. Het doorheen lopen, weet je. Dat hoef ik niet goed te doen. Dan weet ik heel toevallig dat ik hier naar boven moet. Dacht ik. En dan was het op deze verdieping. Helemaal hierachter. Ja, hier komt Gary. Nou, hup. Dan zal ik dit gevecht helemaal niet gaan doorspoelen. Vandaag weer uit, Gary. Pidgeotto. Maar ik stuur uit Frank. Oh mijn god, Frank gaat bijna level 16. Wow. Of 26. Wat zullen we eens doen? We doen double kick. Pratjong. Critical hit. Nou, kom op, doorgaan. Nog critical hit. Ah, kom op. Ik heb echt die neiging. Spatie, dat is bij mijn duim. Dat ligt zo fijn om daarop te klikken, weet je. Voor mij, mijn Pokémon is echt 10 keer meer getraind dan die van hem. Maar het zal wel. Hoppakee, level 26, jongen. Hoppakee, level 26, bitch. To learn helping out. No, die hoef ik niet. Nope. Nope. Stop learning helping hand. Yes. Frank did not learn helping hand. Beautiful Gary is now sending out Kadabra. Wat is goed tegen psychisch? Even nadenken. Ja. Kijk, tegen psychisch kon je voor mij vuur goed doen. Niet zeker, maar we gaan het gewoon proberen of het werkt, hè. Vooral als je Pokémon lekker shiny is, dan werkt het goed. Oh, even maar 4 Pokémon. Auw, joh. Dus doen we Ember. Gaan we kijken of Ember werkt. Werkt hartstikke goed. No, disabled. Charmeleon's Ember was disabled. Ja, oh, nee. Damn it. Wat gaan we doen? Metal Claw. Kijk of dat werkt. Werkt dit goed? Ah, perfect. A critical hit. Nice. Weet je, ik train mijn Pokémon voor mij echt veel te veel, man. Ik train ze echt... War Turtle. Yes, I really want to change right now. We zijn een sturig god. God. Ik heb trouwens net ook een reactie gekregen van iemand die ik op Skype heb. Jeroen, God is mijn favoriete Pokémon. Dus, speciaal voor hem ga ik God gebruiken. God, het vrouwtje. Word je jong, dan word je bang. Je bent bang voor mijn god. Eigenlijk had ik hem liever... Weet je, als ze alle aanvallen die ik... Gyarados zou krijgen, zou ik leren. Als ze Magikarp, zou ik hem gewoon als Magikarp hebben gehouden. Maar, ja... Ik weet niet, dat is gewoon niet zo fijn. Ik vroeg me af wanneer hij Dragon Rage leert, want ik dacht dat hij op level 20 leerde, maar kennelijk niet dus. Ja. Splash is gewoon een kutaanval. En, Bite doet meer dan Tackle volgens mij, ja. Kom op, jongen. Hij doet helemaal niks, gewoon die Pokémon. Juist, nou gaat hij aanvallen. Hij is allemaal kutaanvallen. Ah. Je wint het toch niet van mij, jongen. Flinched. Ha, hij was bang. Lekker voor je kut, War Turtle. Je kan helemaal niks, jij. Je bent gewoon waardeloos. Hoppakee. Red Gate. Ja, doe maar wisselen. Nou, mag mijn monkey. Monkey. Weet je, misschien ga ik ze allemaal nog... Voor mij krijg bij het volgende dorpje. Want het is een gast dat je alles kan hernoemen. Voor mij, dan ga ik denk ik wel bij hem... Mega Kick. Dan ga ik bij me alle Pokémon's die nog geen speciale naam hebben, zoals Monkey, Charmeleon, ga ik allemaal nog eventjes een aparte naam geven, weet je. Dat vind ik gewoon leuker als ze een gekke naam hebben. Of gekke naam,
Een speciale man. Huppakee, dus verslagen. En hoeveel van Pooms zijn dood? Nul. Vroeger haalde ik het gewoon nooit zo'n gevecht als dit, hè. Was het echt keihard trainen. En net halen, weet je wel. En nu makkelijk. Weet je, het is niks. Ik ga gewoon trainen. Ik bedoel, als ik me even verveel, krijg je mijn Pokémon's trainen hierin. En dan, als ze redelijk level zijn, dan ga ik... Oh, wat van hem krijg ik kut. En dan ga ik daarna weer wat de shit doen, weet je wel. Je weet hoe het gaat. Rap, rap. Huh? Thank you, I'm feeling much better now. You want to see my hand and cut technique? I could show you, but yeah, and she cut any. Could I have obtained HM? Oh. Okay, skip it, skip it, skip. Okay, nou dat is wat we willen doen. Nou weet ik dat hier in al deze kamers super veel spullen verstopt. Alleen, er zijn zoveel mensen die met je willen vechten in. Deze kant toevallig niet. Weet je, aan de ene kant is het heel goed om dit hier al die gevechten te doen. Aan de andere kant is het ook zoveel kutwerk om dat te doen hier. Maar hey, wat is dit? Ik deed bijna nooit. Oh ja, joh. Weet je, en daarna kan je nooit meer opkomen. Dus het is wel even weggegeven shit. Weet je. Je weet hoe het gaat hier. Op de SS Anne. Voordat ik op de vorige. Eerst keer dat ik speelde, dat stond Sanne. Die boot heet Sanne. Ja, tuurlijk. Boot heeft een naam, dus het is Sanne. Deze boot heet Tentacle. Tentacle. Weet je, voor deze serie, weet je, want moet nog even kijken. Mijn doel voor deze serie is om de Elite 4 te verslaan. Plus Gary, want ik weet dat hij er achterna nog komt. Ik ga gewoon van het schip af. Ik heb geen zin om meer rond te lopen. En ook dan nog, hoe heet hij nou? Mewtwo te vangen. En Mew is hier in het spel niet te vangen. Dat vind ik zo gek. Wel Pokémon heet Mewtwo is te vangen. Maar ze konden niet bedenken dat er ook nog een Mew zou kunnen zijn. Hup, zwaar door. Zo, die is weg. Hup, oké. Oh, by the way, later krijg je nog extra eilanden erbij. En dan kan je via hieronder er naartoe varen volgens mij. Niet zeker, maar voor mij wel. Of krijg je extra... Even kijken, dan moest het in één van... Kijk, nu kan ik kut doen. Nu kan ik het boompje weg. Kan ik naar de gym. Hey. Nee. Een van deze huizen krijg je nog een betere vis zijn voor mij hier. Oh. Oh, wacht. Wat is het? You have a sparrow. Ja. Even kijken. Ik zal eventjes een sparrow vangen. Want voor mij zat... Oh, nee. Moet ik toch wel onderblijven. Helaas. Gaan we even hier naartoe. Ik heb geen pokeballs meer, dacht ik. Even kijken. Dan zie je hoe rijke boy ik ben. Bye. Ik ben hartstikke rijke boy. Ik hoef maar eentje. Ja joh. Ik heb maar eentje nodig joh. Mijn Pokémon zijn fucking overpowered jongen. Ik vang alles wat ik tegen. Hierin zit het Diglett. Misschien ook handig om te hebben. Ja, gewoon even kijken. Een Ekans. En als tevoren is het een Snake. Ja. Weet je, ik was zo... Weet je wat ik zo jammer vind? Ik heb dan wel de Charizard gekozen. Maar eigenlijk had ik liever Growlithe willen hebben, weet je? En dan ook een Arcanine. Of Groudon. Weet ik veel precies hoe ik het uitspreek. Ik vind het gewoon een vette Pokémon. Hier hebben we Sparrow. Ik ben bang... Hij is gewoon dubbele level, mijn Frank. Berg. Pokémon Berg. Weet je wel, fantastisch. Heb Troward. Oh, ik heb nog twee. Heb. Perfect. Ja, we noemen hem. Ho. Mo. Start. Dit is start. Hoppakee. Ja. Dat staat niet in de reglementen. Dat het niet mag, hè. Ik heb geen homo mag noemen. Nee, het moest gewoon alleen die Pokémon zijn. Hup. Move, Pokémon. Move, homo. Oké. Het is een elektrische gym, dus waarschijnlijk zal mijn water Pokémon gewoon kut zijn hier. Dus ik ruim voor God. God, die ga ik hier plaatsen. Yes, I want to close the box. Yes, I really want to. Nee, weg mee, weppen. Dan kan die hopelijk kan die kut
Ja, kut. Ik zei kut. Wat een grappig. Hoop ik in de huis. En daarmee. Homo. Rauwland. Weet je, ik heb thuis wel zo. Ik heb hier achter mij een kast. Of naast me in de kast. Ik heb een linkkabel liggen. Kan ik mij ruilen. Alleen. Dat zit heel anders dan dit. Echt heel anders. Oh mijn god. Yay. Oké. Okay. Dit heeft echt kut nou, dit beest. Maar dat maakt niet uit. En hij heeft een item. Item. Take. Received. De stick. Geen idee wat de stick is. Maar dat maakt niet uit. De stick of truth. TM case. Open. Use. Kom op, wees be. Yes, hij is able. Nice. Oh mijn god, hij vindt me hartstikke aardig, joh. Dan denk je van, Jeroen, hoe zie je dat? Nou, hoe dichter bij je staat, hoe aardiger die je vindt. Ik had eerst eentje, die vond mij fucking aardig. Die was echt heel groot. Hoppakee. Dit is gewoon echt de kustetje die er is. Je moet dus 3 achter elkaar moet je halen. Moet je schakelaar. Oh mijn god, ik moet eerst even al deze mensen uitschakelen. Dat is misschien wel handig. Voltorb. Oh yes. Yes, ISC Maximilian is nou playing Terraria. Ja. Fuck yeah, echt geweldig. Dat vind ik zo interessant om te weten. Dat deed hij vlak voor de opname, ging er ook al in. Waarschijnlijk is het even tussenuit gegaan. Waarschijnlijk gaat weer met zijn surf te kutten. Dan heb ik zo'n gezeik. Was op surf, was zoveel moeite om er even alleen in te komen, was wel moeite. Hij heeft daar waarschijnlijk hetzelfde probleem. Waarom jongen, level 27? Wat jongen, ik ben niet te verslaan. Ik ben de allerbeste. Nope. Of er zijn 2. Ja, dat was, er zijn 2 schakelaars. Nope, there's only trash in here. Nope, nou wordt de kans steeds groter dat ik er eentje weer tegenkom. Nou, kom op, daag maar uit. Perfect, heb ik jou ook weer gehad. We zitten in die laatste rij. Of zitten hier. En het is gewoon een pure gok. Om te raden waar die zit. Oh, hij is potioned. Nice. Als hij nu net niet dood gaat, gaat hij dood door de potion. Kom op, ga alsjeblieft dood door de potion. Ah, kut. Oké, die is dood. Perfect. Ah, nee, dat meen je niet. Dat meen je niet. Double kick. Double kick. Double. Double. Sterf, maat. Oh, mooi, hij is dood. Hey, yes, Max is weer online bij Terraria. Ja, ik weet zeker dat zijn surf nou niet werkt. Ik hoop dat hij hier niet zit. Yes, oké. Nou, dus 1, 2, 3, 5 mogelijkheden. 4 mogelijkheden. 3 mogelijkheden. Oh, mijn god, het is zoveel gelukt. Dan zit hij dus in deze 2. Huh? Dan heb ik er één gemist. Kut, nee. Fuck, oké, okay, we gaan gewoon de hele rij af. Nope, there's only trash in here. 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 Nope, there's only trash. Nope, ah ja, ik vind het zo fijn als alleen maar trash is, hè. Dan zit ik op het einde zo van, yes. Oké. Okay. We beginnen nou bij de buitenste en gaan we naar binnen werken. Weet je, en hopelijk zit hij hier ook niet. Jawel. Nee! Kut! Oh, fucking hell. Nou, klik ik nog een extra keer, dat vind ik zo irritant. Oké, nou, dan heb je dus 1 op 10, 10% kans dat het hem is. Of kans van 1 op 10. Nope, there's only trash in here. Huh? Oh. Nope. En hier. Nope, only trash. Nope, only trash, yes. Yes, het gaat de goede kant op. Mensen denken van, what the fuck? Nope, only trash, oké, okay, nice.
Nope, only trash. Nope, only trash. Nope, only trash. Nope, only trash. Kom op hier alsjeblieft ook. Yes, er zijn nog maar 5 opties. Van buiten naar binnen. Ah yes, nog maar 3 opties. Alsjeblieft dat het dan ook niet... Dan moeten deze 2 zijn, hè? Huh? Weer. Nee, oh mijn god. Hier word ik zo knettergek van, hè. Dan klik ik zo en dan... Nee. Er zit gewoon echt een heel verband in hoe ze zitten. Moet ik even uitzoeken. Moet ik even uitzoeken. Die en dan gok ik op deze, weet ik veel hoe het zit. Nope, only trash neer. Oké, nou, fijn, fijn. Hey, there's a switch underneath this one. Vroeger dat ik altijd op dezelfde plek zou zitten. Weet je, maar nee, nee. Zit het gewoon niet, hè? Hey, there's a switch underneath this one. En dan. Boom, 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 hier. Dit duurt bij mij echt niet normaal. Weet je, ik ga even uitzoeken hoe ik moet vinden en dan kom ik weer bij... Oké, ik heb... Oh. Ja, oké. Oké, ik heb het dus uitgezocht en... Het is heel simpel. Hij zit er altijd naast, dus... Ja. Nu is het dus een van deze... Deze, 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 die, die of die. We gaan doen, we gaan gewoon... Deze links van proberen. No. Hey, er is er één. Oh nee. Hey, er is er één. Geweldig. Dus dan zijn weer 8 opties. Komt deze. Nope. Weet je, dan zijn de hoeken het fijnst om te hebben. Dan heb je maar 3 opties waar die kan zijn. Weet je. Nope. Nope. Hey, er is een switch in de niet. Oké, nou er zijn dus 4 opties. 5 opties bedoel ik. Dus deze dan maar. Ik gok hieronder. Nope. Ach jezus man. Nope. 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 Hey, let's switch and need this one. Oké. Dan gok ik op. Deze alsjeblieft. Yes! Ah, nice. Het werkt. Geweldig. Moeten we hem nog eerst even verslaan, maar dat is geen probleem voor mij, maar... Ik ben die pro. Ik spoel deze wel door. Omdat dit is, ja, alleen maar Pikachu. Daar is niets bijzonders aan. Double team. Oh mijn god, dan word ik zo verward. Ah, fuck. Ik moet die leer nog even afleren. Dat moet ik echt nog even doen. Kom op. Double kick. Double kick. Ja, sterf. Hupkeep, perfect. Hupkeep, perfect. Oké, dan nu. Gym leader. Hot flats. Hot flats, jongen. Dit is hoe we doen. Een episch gevecht. Hij heeft wel mooie stekeltjes of zo. Oh mijn god. Hij opent de pokeball. En wat komt eruit? Nog een pokeball. Als ik dit gevecht win, dan doe ik een dansje. Net als bij Cat Mario. Maar dat win ik niet. Ja, ik bedoel met deze Pokémon. Ik win het gevecht natuurlijk wel, joh. Dat is geen probleem voor mij. Ik bedoel, ik wil niet opscherpen. Maar ik ben behoorlijk goed. Weet je, maar ik train mijn Pokémon echt fucking hard. Echt, echt fucking hard. Dus ja, vandaag ook heel erg. Oh mijn god, Sonic Boom. Nee, we gaan er aan. Nee, doen we niet. We zijn awesome. We overleven het. Ja. Zie je? Het is flat. Het is flat. Scary face. Nou, doe maar niet. Dat is gewoon... Kut aanval. Goed zo. Charmeleon did not learn scary face. Leader S. Discourage is not sending out Pikachu. Nope. I don't want to send out another Pokémon.
En de volgende is Raichu, dat zag ik gewoon staan toen ik zat te zoeken hoe ik dit moest halen. En er stonden ook levels bij, maar levels heb ik niet naar gekeken. Oh mijn god, critical hit, one hit, bitch. Wat? Oh mijn god, ik zei het, Raichu. Ik hoef niet te wisselen van Pokémon. Pokémon. Vroeger was elke gym een uitdaging. En elke keer dat die rivaal tegenkwam, zo moeilijk voor mij. Zo moeilijk. En puur en alleen, omdat de enige Pokémon die ik wilde trainen was Charmeleon. Of Charmander. Omdat er werd een Charizard, die vond ik zo cool. En ik deed alles met mijn Charizard. Daarom heb ik Elite Vier ook nooit gehaald. Omdat, ja. Het is gewoon fucking moeilijk. Kom op, man. Eventjes een goede Ember en dan gaat hij dood. Juist. Zo moet dat, Charmeleon. Enfin, ik deed zoveel als mijn Charizard. En daar haal ik het niks. Nacht, maat, full heal sterf. Oh, ik dacht even full restore was. Nee, het was full heal. Hoppakee, wie heeft die gym leader verslagen? Wie was het? Ik zei het even, wie was het? Oh ja, dat was ik. Oké, Jeroen, nou stop maar met dat ego. Hè? Denk dat je cool bent. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Hey, take this, receive. Wat is de DM? Wat is het? Shockwave. Handig, ik moet nog een elektrische Pokémon. Of in ieder geval een Pokémon met een elektrische aanval. Weet je, er zijn veel meer types dan Pokémon's die je hebt. Dus ja, ik moet dat goed doen. Hey, Joch Ugly. Dus, dat was dan weer deze aflevering. Hopelijk vond je hem leuk. Hopelijk ga je hem een groen duimpje omhoog geven. En hopelijk zie je jullie bij de volgende aflevering weer. En dan zeg ik voor nu, houdoe.